Oh ja, maar dan hadden we dus, op een gegeven moment hadden we dus een discussie met een team wat een contentwebsite zou onderhouden. En die wilden hun campagnes ook tussen de content zetten. Ja. En ik vind dat nog steeds een beetje raar. Ik snap het concept van campagnes niet echt. Vroeger had je... Vroeger had het heel veel nut, want je had een ding, namelijk een product of iets dergelijks. Ja. En dat was nieuw, of dat moest opnieuw aandacht krijgen of wat ook. En dus ging je op billboards en op televisie ging je zeggen van... Hé, in winkels zijn nieuwe dingen. Maar tegenwoordig heb je... Het internet is zo verenigd allemaal, dat dat eigenlijk niet meer nodig is. Hè? Als je een soort van verwantschap hebt met een merk... Ja. Dan zeg je van, nou hoor, dus daar ga ik regelmatig naartoe. En, want die bieden leuke service of die vertellen leuke verhalen. En misschien dat mensen die zich daar ook bewegen, dat die dan ook zeggen van... Oh, als je dit leuk vindt, nou hoor, check dit eens. Hè. Dus dat veel organischer gaat en veel minder hoeft te zenden, maar veel meer... Eigenlijk gewoon alleen maar cool hoeft te zijn. Ja. Dat mensen dan vanzelf ook jou ontdekken. En daarmee ook dat je direct ook relevante mensen, relevant bezoek krijgt. Snap je? Ja. En daar zaten we dus een beetje ook mee te worstelen. Want nou goed, die mensen die zeggen van ja, maar af en toe gaan we ons merk anders positioneren. En daar willen we dan over vertellen. En dat, toen zei ik van ja, dat is eigenlijk een heel erg slecht idee. Want... Dan ben je je content, hè, waar je de relatie die je probeert op te bouwen, ben je dan aan het storen. Ben je een soort van stoorzender aan het zijn voor je eigen plannetje. Ja. Maar dat is natuurlijk met partijen die geld verdienen, die hebben dat nu ook. Hè. Die zeggen ook van, die zijn afhankelijk van bannering. En er zit een heleboel geld achter. Maar ja, hoe heet het? Eigenlijk wil je... Alleen maar je wilt alleen maar je lezers kunnen bedienen. Dus ik vraag me af of er op een zeker moment ook een punt komt dat de waarde die jij, zeg maar, om jouw merk en je producten creëert, dat die zo groot is dat mensen ook daarvoor willen betalen. Of op een of andere manier dat daar ook geld gaat ontstaan. Zodat je niet hoeft te leven van andermans geld. Het geld van andere merken. Zodat je een soort van, nou, denk aan magazines. Dat die gewoon bestaan bij de gratie van hele goede content. En dat je niet de kwaliteit laag hoeft te... En dat je daar, zeg maar, alle energie in kan steken. In plaats van dat je ook energie moet steken in het pleasen van investeerders en dat soort mensen. Ja, dat is altijd... Je hebt gewoon conflicten tussen mensen die goede content willen maken. Of die goede diensten willen verlenen. Ja. En marketeers. Om het maar even... En ik... Omdat het is een beetje een soort conflict tussen user experience en marketing, denk ik. Ja, die zouden elkaar misschien beter moeten vinden of zo. Ik weet het niet. Dat stel dat je dus... Je hebt natuurlijk dat je een geldschieter hebt en dat die dan ook een rol gaat spelen in jouw magazine. Dus een veel zachtere... hoe noem je dat? Een veel zachtere koppeling heeft in plaats van een soort van onderbreking van jouw content met... advertenties of bannering of wat ook. Ja. Maar dat je zo van hebt van... Nou ja, dit zijn gewoon coole gasten. Ja. Nee, je kan het toch op een hele andere manier aanbieden. Relevante content. Het hoeft toch niet... Inderdaad. Ja, het is je ziet het ook altijd. Smashing Magazine doet het ook. Super irritant. Ja. Na de eerste alinea... Uh-huh. Staat er dan ineens... Heb je het Smashing boek al gekocht? Oh, wat leuk, joh. Maar dat, dan heb je dat dus een alinea fijn. Van deze. Ja. En dan staat het er ineens na. Dat breekt gewoon. Dan wordt er niet doorgelezen. Nou ja, dan wordt wel doorgelezen. Ja, als je hele interessante, boeiende, pakkende... Kijk, het zijn goede artikelen die erop staan. Ja. Dus ja. Maar is dat wat ze... Want dat noemen ze... Oh god, hoe noemen ze dat ook weer? Company advertising of iets dergelijks. Dus dat zijn de advertenties van het bedrijf zelf. Ja. Maar zijn dat placeholders die niet ingevuld zijn door andere adverteerders? Nee, dat is wel echt om de eigen producten waar ze zelf... House advertisement, hebben. Sorry. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is wel... Ze hebben dus third-party advertenties. Ja.
Maar die, ja, die staan in de kantlijn. Die staan volgens mij niet zo vervelend. Dus ze hebben wel van die grote blokken in de content staan. Nee, maar nee, nee. Niet dat echt zo een zin wordt onderbroken door een hele andere zin. Hè? Want het is gewoon hetzelfde lettertype. Oké. Okay. Er staat gewoon ineens een paragraaf tussen. Oh, maar dat is wel raar inderdaad. Ja. Dan zou je veel meer... Zou je misschien veel liever zelf dat willen verwerken in je artikel? Ja. Je zegt ze van, nou, zoals bijvoorbeeld Luke zei in hoofdstuk Susme zo in het geweldige boek. Ja. Moet je hier en daar en daar op letten, of weet ik veel wat. En dat doen een heleboel kleine independents, dus onafhankelijke producenten van content, die in Amerika in elk geval, die neigen daar meer naar. Ja, ja. Dus gaan echt ook een waardevolle relatie aan met hun adverteerders. Weet je, dat ze zeggen van, ja, maar dit is ook gewoon een goed product. En dat bij het kiezen van de adverteerders kunnen ze dus beter koppelen met de partij die geld steekt in hun producties. Door te zeggen van, nou, wij vinden dit ook een echt goed product. En kunnen daar dus ook oprecht over praten van, nou, dat is gewoon fantastisch. Ik wil, wordt het iedereen, hè, zeg maar, je doelgroep, die ken je goed. En je zegt ja. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, luisterboeken. Onze mensen luisteren naar onze podcast. Luisterboeken zijn dan ook relevant. En ik doe het zelf ook. En als je mij moet iedereen dat doen. Ja. Gewoon dat je dat oprecht vindt. En nou, toevallig verdien je daar dan ook geld mee. En dat, maar dat vertel je dan ook. Maar ja, goed, kijk, dat is wel makkelijk praten. Hè? Niet iedereen heeft de luxe positie dat hij kan zeggen... Als je afhankelijk bent van advertenties, dat je kan zeggen van... Jij mag niet op mijn site adverteren. Nou kijk, en daar zit, dat is dus het grappige. Want producenten die hebben die luxe in principe niet. Maar de adverteerders, die hebben daar juist heel erg veel baat bij. Ja. Want waar je nu soort van met buckshot advertisement overal maar een beetje strooit met je advertenties. En dan hopen dat er iets van terecht komt. Heb je bij mensen die dus ook echt een band hebben met jouw merk. Ja. En daar gepassioneerd over kunnen vertellen. Dat die kunnen zeggen van... dus die hebben een heel erg getarget, ja, om maar even in marketingtermen te spreken, publiek. Ja. En ja, die vooral, en dat mis ik overal in adverteren en in commerciële praatjes, is dat de oprechtheid van verhalen gewoon missen. Ja, mensen durven eigenlijk, hè, vooral... Zodra het praatje commercieel wordt, moet het alles is het beste. En we willen eigenlijk niet vertellen over de concurrent of over andere dingen. Wat zijn negatieve gevoelens? Dus dat gaat het verhaaltje niet beter maken. Ja. En ja, dat is... je voelt dat. Mensen die dat lezen of kijken, die voelen gewoon... Dit voelt als een advertentie. Weet je, ik kijk hier niet naar. Ja. Of... Ik skip door of ik lees niet verder. En dat is zonde. Ja. Dat is een gemiste kans voor zowel de adverteerder als, ja, producenten die daar brood mee moeten verdienen. En op een gegeven moment gaat het zover komen. Dat we ook niet meer afhankelijk kunnen zijn van grote merken. Omdat die misschien verdwijnen ze. Of wordt het niet meer interessant om te adverteren. Of ik weet het niet. Maar goed, misschien dat het zal nog een tijdje duren. Maar het lijkt mij, in Amerika zie ik het al gebeuren. Daar doen het een heleboel mensen, die doen dat. En de enige barrière die ze hebben is... Maar wat nou als mensen mij minder geloofwaardig vinden... als ik vanuit mijn persoon praat over mijn adverteerders. He, dus dat ik dingen ga aanbevelen waarvan mensen zeggen van... Nou, ik weet niet of je dat wel zou moeten doen. Want bijvoorbeeld, je praat over de Galaxy Tab... Ja. En dat is dan ook een adverteerder. Kan je daar wel alles over zeggen? En dat is eigenlijk ook de reden waarom sommige contentmakers zeggen van... Weet je wat, wij accepteren geen advertenties. Ja. Want dat betekent dat wij op een gegeven moment die grens bereiken. Ja. Dat wij niet meer kunnen praten over... Kan je dan nog wel kritisch zijn? Ja, nou ja... En integer. Ja, precies. Vooral dat laatste. Kijk, kritisch kan je altijd wel zijn, maar... Ja, het is gewoon een menselijke feature om voorzichtiger te worden. Ja. Als je het hebt over... Ik bedoel, dat doen wij ook. Als wij over Mirabeau praten en over onze klanten... dan proberen we dat
fantastisch heel, allemaal. Alle klanten echt, zijn ja. geweldig. Ja, ja, ja. En daar hoeven we niet over te liegen, want alle klanten zijn gewoon geweldig. Ik zal even een lijstje geven van de klanten die geweldig zijn. Nee. Maar, alles bij Mirabeau is overigens ja, precies, ook geweldig. Ja, inderdaad. Dat is echt waar. Vooral, ja. We zullen geen voorbeelden doen. Dat is een slecht voorbeeld. Voor ons geldt dat niet. Nou ja, het geldt wel voor ons. Want wij zijn inderdaad overzichtig. Wij kunnen gewoon de waarheid zeggen. Ja. Zoals we net deden. En, dus dat is een beetje een slecht voorbeeld. Dat soort voorbeelden tellen natuurlijk alleen maar als er ook negatieve dingen te zeggen zijn. En ja, maar in het geval dat, van een Galaxy ja, Tab. Ja, nee, maar let op. Een voorbeeld. Ja. Disney. Oh, sorry, ja. Die grap miste ik. Disney, die is eigenaar van een heleboel property. Dat ja. zij verbazen hoeveel property dat is. Ja. En zij zelf zijn ook, die hebben ook een eigenaar. En dat is best wel, er zijn allemaal hele grote bedrijven die een heleboel media en producten en diensten en een heleboel adverteerders in hun portfolio hebben zitten. Ja. Dus stel je voor dat je nou gespoord wordt door de ene partij en je gaat kritisch zijn over de andere tak van dat hele grote bedrijf. Ja. Nou, raad eens wat er gaat gebeuren met je adverteerders. En dat is jouw livelihood, hè? Je leeft daarvan, dus ja. Dus dat is een hele... Ja, en inderdaad, de vraag is hoe gevoelig wij daarvoor zijn. Nee, gelukkig hebben wij maar één adverteerder. Is dat zo? Nee, eigenlijk niet, hè. Nee, we verdienen eigenlijk niet ermee. Nee. Nou goed, als je wil adverteren... 100.000 gulden per aflevering. Per euro, sorry. Gulden, inderdaad. Ja. Inderdaad. We gaan weer terug naar de gulden. Dus scharrel al je guldenbiljetten bij elkaar. Klooi. En dan mag je adverteren. Hé, dat was weer super. Doei. Doei.